een serum die gemaakt is door een jellyfish. Fucking sukkel. Het is gemaakt van een jellyfish. Ik heb jullie natuurlijk in een vorige video verteld dat ik uit huis ga. Ik vond deze heel erg leuk. Ze hebben hem ook in het wit. Oh my god, dit bedoel ik. Maar deze kleur vind ik niet leuk. Noor en ik gaan naar Nela. We zijn de hele avond lastig gevallen. Ik wil niet zeggen, maar echt misschien 10 keer. Ik heb wel echt een paar keer getwijfeld, maar ik ben echt wakker geworden met het beste gevoel ever. Hey guys, leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Het is vandaag vrijdag en ik was eigenlijk niet van plan om deze week te filmen, want ik ben de hele week weer ziek geweest. Maar ik heb jullie natuurlijk in een vorige video verteld dat ik uit huis ga. En de sleutel krijg ik 1 december. Het is vandaag, vraag me niet welke datum het is, maar het is geen 1 december. Maar ik mag er alvast wel eventjes in om te kijken. Er zit nog wel een huurder in, maar die gaat er dus 1 december uit. En ik wil gewoon even een idee krijgen van hoe het eruit ziet, wat ik nou eigenlijk voor inrichting wil. Ik moet dingetjes gaan opmeten en zodra het 1 december is, kan ik er hopelijk niet gelijk in, maar kan ik wel nu alvast dingen bestellen. Dus ik ga nu met mijn moeder naar Hyde Park en dus naar meisje toe die er nu in zit. Ik heb een heerlijk joggingspakje aan. Dat ga ik even laten zien en dan ga ik onderweg. Ik had gewoon nog even geen zin in normale kleding, maar dit vind ik ook gewoon leuk voor overdag. Of tenminste niet alleen om in te chillen. Dus dit pakje is van Alice Sisters. Ik ga jullie zo meteen als ik terug ben even die dozen laten zien, want die heb ik al helemaal georganiseerd. En gewoon mijn fans. En ik heb even mijn haar gekruld, want ik moet hierna gelijk content maken. En ik kom ook echt net uit een meeting, dus Feline had even wat ontbijt voor mij gemaakt. En dat ga ik ook nu in de auto opeten, want ik heb gewoon echt 100 dingen te doen vandaag. Oké, guys, ik sta nu in de ingang. Maar ik denk niet dat ik het appartement ga filmen, want ik wil nog eventjes een verrassing houden. Ja, is open. Oké, ik ga jullie alleen even de binnentuin laten zien. Die is namelijk nu helemaal af. En vorige keer, denk ik wel een jaar geleden of zo, toen was het echt een grote zandbak. Oké, guys, ik ben weer thuis. Ik zie het al, het licht is echt niet top. Ik heb dus net even een video opgenomen voor Lash Babe. Ik was dus net in Hyde Park in het appartement waar ik dus in ga. Ja, ik ben er eigenlijk gewoon al een jaar niet in geweest volgens mij. En toen zat de vloer er niet eens in, dus ik had het eigenlijk nog nooit afgezien. Ik had het willen filmen, maar ik wilde nog heel eventjes geheim houden of geheim spannend houden hoe het eruit ziet. Ik vond het in ieder geval fijn dat ik daar rond kon lopen en was er eigenlijk niet heel erg lang. Daarna ben ik gelijk content gaan maken voor Lash Babe, want ze hebben mij heel veel van die lipstains opgestuurd, omdat ik UGC content voor hen maak. Ik weet niet of dat al online staat, maar het is wel echt top. Ik heb nu best wel een kleur gebruikt die donker is en ik houd het altijd best wel lang op mijn lippen. Dat is de kleur Spice. Ze hebben dus echt super chill. Ik vind sowieso de verpakking super aesthetic. Ik heb hem nu voor mijn gehele lippen gebruikt, maar ik kan hem ook gebruiken als lip liner. Tenminste, ze hebben lip stains en lip liner stains. Ik heb een code. Ik weet niet hoe lang of tot wanneer die geldig is, maar ik zal hem hier neerzetten. Isabelle 20. En ze hebben dus een lip oil, guys. Ik heb echt miljoenen lipgloss geprobeerd, maar dit is echt een hele goeie. En kijk hoe basic hij er ook gewoon uitziet. Hij blijft gewoon echt super lang op mijn lippen zitten. Ik ga mijn kamer heel even opruimen. En dan ga ik jullie even laten zien wat ik allemaal aan de verhuisdozen heb zitten. Ik ga morgen met mijn moeder als het goed is naar Ikea. Dus dan neem ik jullie ook gezellig mee. Want ik heb dus geen bank en geen bed. Oh, trouwens, ik heb een bed. Ik heb geen eettafel. En dat moet wel echt gefixt worden, want ik wil er gewoon zo snel mogelijk in. Ik ga even naar beneden. Ik ga wat eten. En dan ga ik jullie zo te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Oké, dit is nu de situatie in mijn kamer. Eigenlijk alles is gewoon schoon en clean, maar ik ben gewoon een soort van half aan het verhuizen. Ik ben echt de grootste organizer ever. Daarom kan ik ook niet wachten om uit huis te gaan. Ik heb hier een hele doos met eigenlijk al mijn badkamerproducten en skincare en alles. En dit is eigenlijk vooral voorraad wat ik ooit gewoon hier heb opgespaard. En ik heb ook dit soort dingen bijvoorbeeld allemaal nieuw gekocht. Ik ben echt één fan van GOT2B. Dus ik heb dit allemaal gisteren gekocht. Dit zijn vooral ja, dingen die je eigenlijk in je voorraadkast hebt, maar niet in mijn voorraadkast gaan. Dus ja, folie. Ja, ik vond die tompoes sponsjes wel leuk. En dref, dat soort dingen. En dus deze en wc-papier. En deze is voor de keuken. Dit zijn eigenlijk spullen die ik thuis had liggen nog. En deze bijvoorbeeld echt heel leuk. Dat ga ik gewoon meenemen. Bijvoorbeeld deze heb ik in een heel schattig winkeltje gekocht. Dat haal je niet bij de Ikea, weet je wel. En dit is eigenlijk al het eten. Maar het enige eten wat hierin zit is mijn supplementen en alles van Vitakruid. Ik geef het ook heel vaak weg aan vrienden. Ik denk ook als iedereen langskomt bij mij thuis, mogen ze wat uitzoeken. Want ik heb voor mijn hele leven supplementen. Hier zitten alle mooie dingetjes in. Ik had een heel mooi cadeau van Vlien uit Dubai van
Aesop. Dat ga ik nog wel eventjes laten zien. En voor de rest dit soort dingetjes. Ik heb wat dingen op Temu besteld. Deze heb ik gekocht. Een heel mooi winkeltje voor mijn zeepjes. Want dat zit hierin. Deze mok had ik nog van Sophia mee. En dit is eigenlijk alles wat ik weg ga doen en weg ga geven. Dus wel aan vriendinnen en zo. Want het is soort van al gebruikt. Er gaat nog veel meer in. Bart appte me net. Hij is ook de hele week ziek geweest. Maar hij is wel echt wat zieker geweest. Of ik langskom. Hij voelt zich iets beter. Dus dat ga ik even doen. Maar eerst ga ik even Pepper uitlaten. Look at this. Bart heeft een Journey Juice broodje voor mij meegenomen. Ik wilde dus eigenlijk tuna. Maar dat blijft denk ik niet zo lang lekker als je het meeneemt in de auto. Had jij het ook meegenomen? Oh. Dus ik heb nu weer een keer deze. Waarom heb ik dit statief niet eerder gekocht? Ik ga dit even lekker snacken op de bank. Crunchy. Ja, is lekker. Ik ben even met Bart in de appie. We zijn hier omdat Bart ziek is. Ik heb ook gember nodig. Veggie boost. Wel heel lekker, Steve. Ik zou ook pompoensoep nemen. Ik word helemaal aangekeken. En mijn vader heeft Chinees besteld. Mijn moeder is namelijk niet. I literally can't wait to eat that. Okay guys, we're home. En we hebben Chinees. Oké, dit is toch wel meer satisfying om met een stokje te eten. Was hij wel goed bekeken? Wil je een eentje met zo'n ding erop? Ja, doe maar gewoon iets. Ik doe het tering raar. Die mensen denken dat ik elke dag een drugs zit of zo. Zullen we weer die oliepoesten doen? Oké, hoe heet dit, Verlien? Dimsum. Echt? Toch, papa? Heet dit dimsum? Hoe heet die andere dingen dan? Dumplings. Oh. Als het Chinees is. Of gyoza. Nee, dat is iets anders. Ik heb dan ChatGPT gepraat en ze noemen het eigenlijk Hargo. Ik weet niet. We moeten het zo van, zeg maar, vasthouden. Grapje. Grapje. Ja, dit was al dus clip. Ook mini lumpia's. Wat heb je? Huh? Wat zijn? En ik heb dit keer gekocht. Oh, voor. Dus jij hier vanaf gepakt. Nee, I wish. Hey, ik wil er nieuw. Ik zie er echt niet uit. Gekozen voor nasi in plaats van bami. Vind je dat niet lekker? Maar die eet je nooit op. Oké, stel even een drankje uit. Korea. We're going to try it. Ik weet niet. We hebben ook nog deze. Sorry. I got this. It's a serum. Ja? Ja. Deze die hoort erbij. Het is een toner. Ook lekker. En dan deze is niet van mij. Die is van mijn nicht. Alleen er is een kleintje. This one. And I'm going to keep it. It's a lip gloss. Van Romance. And it's very it's the newest one. En dan these two masks. That's it. Good morning guys, het is vandaag zaterdag. It's finally weekend. Niet dat het heel veel verschil voor mij uitmaakt, maar ik kom vandaag wel even lekker uitslapen. Gisteren had ik met Verlien de serie Tell Me Lies gekeken. En die kijken we nu al een paar dagen achter elkaar. Aangezien ik ook weet dat ze weggaat. Dus ik nu gewoon eventjes met haar moet kijken. En niet verspreid over de hele maand. Ik had die serie op TikTok voorbij zien komen. Ik ga ondertussen een klein beetje mezelf klaarmaken. Ik drink trouwens nu de laatste tijd heel veel gemberthee, echt heel normaal. Maar ik merk dat het heel erg goed werkt voor mijn huid. En ik had de hele week last van keelpijn. Die serie kwam voorbij op TikTok. We blijven gewoon doorkijken, maar het is wel een beetje cringe. Het is ook wel weer spannend. Ik zou hem wel aanraden om te kijken. Hij staat op Disney+. De actrice is echt mega knap. Alleen de acteur, die hoort knap te zijn, maar hij is niet knap. Dus dat is heel erg moeilijk om dat soort van turbo man te sizen in je hoofd. Maar ja, we blijven dus wel doorkijken. En we zijn dus gisteren bij seizoen 2 aangekomen. Dus we gaan vandaag verder met seizoen 2. Ik ga nu met mijn moeder naar de Krukjes. Dat is een woonboulevard bij ons in de buurt. Ik weet eigenlijk niet of dat ook bekend is rondom Hoofddorp. Maar bij ons is het gewoon echt heel chill. Omdat het dichtbij is. En ze hebben daar echt van alles. En vanavond heb ik een verjaardag van JD. En JD ken ik volgens mij door Verlien. Sarah, de beste vriendin van Verlien. Dat is ook weer haar vriendin. Dat ze samen op dansen zitten. Maar zij viert de verjaardag toevallig vanavond in de Super. En daar ga ik dan samen naartoe met Noortje. Want Noortje heeft ook een verjaardag in de Super. Weer van een vriend van haar broer. We kunnen elke week wel een reden verzinnen om in de stad te zijn. Maar ja, omdat we bij een verjaardag hadden, dacht ik, oké, we gaan wel gewoon. Maar ik heb er wel erg veel zin in. Ik ga daarom nu ook niet make-up op doen, want dat ga ik vanavond al doen. Dus dat vind ik ook nooit zo fijn. Dus ik doe nu alleen mijn wenkbrauwen en mijn wimpers krullen, want jeetje, die lashlip is een beetje uitgezakt. En dan ga ik vanavond gewoon even douchen. Ik denk, mijn haar ga ik niet wassen, dat hou ik gewoon strak. Ik ben niet echt helemaal blij met mijn staart nog, maar fix ik zo meteen wel. En mijn moeder appte vandaag in een groepsapp. We zijn gewoon allemaal thuis, maar iedereen was ergens anders. En ze van, zullen we vanavond een movie night doen? Dan gaan we op de bank eten en zo met z'n allen. Dus dat gaan we doen. En daarna ga ik dus nog naar de stad. Ik denk wel een beetje op tijd dus, want ik moet me ook nog klaarmaken. Evelien is haar nu aan het feunen, want Evelien gaat ook mee. Evelien
Die woont nu gedeeltelijk in Dubai, soort van bij haar vriend. Dus ik waardeer het altijd zo erg als zij terug is. Dus zij gaat lekker ook mee kijken naar boodspulletjes. Nou, dit is eigenlijk wat het is voor vandaag. Oké, guys. Ik heb mijn nieuwe jas weer aan. Ik vind hem echt zo leuk. Hij is alleen dus nog steeds een beetje te klein, vind ik. Maar ja, dit is gewoon een maat L. En ik ga hem niet groter nog bestellen. Want ik heb het idee dat het er niet groter op wordt. Ik heb een trui onderaan. Die is van Equalité. Oh mijn god. Er gaat hier gewoon een blaadje naar binnen. En mijn joggingsbroek is van Alex de Label. Ik leef echt in deze broek, want het lijkt ook weer op een pantalon. En mijn fans, die heb ik dus net even schoongemaakt, want die waren weer helemaal geruïneerd door het uitgaan. En deze vintage Chanel oorbellen, die zijn van Vintage by Bella. Dus dat. Ik heb mijn kamer ook even opgeruimd. Ja, alleen mijn dozen zijn nog steeds gewoon één grote chaos. Ik heb niks meer in te pakken, zeg maar. Alles, ja, het enige is mijn kast nog, zeg maar. En mijn make-up, maar dat gebruik ik. En die la daaronder kan ik er eventueel in doen, maar ik weet niet of ik het er zo los in ga gooien of eventjes iets anders voor ga vinden. En ik heb dus net ook al een paar dingen hier van erin gedaan die dus daar weer heel voorzichtig mee moeten zijn. Ja, dit ga ik niet meer gebruiken hier in mijn huis. Dit wil ik gewoon echt bewaren voor het appartement. We gaan ook eerst naar Leen Bakker. We gaan nog niks kopen, toch? Want er is maandag was sale. Kijk, deze bank vind ik er wel heel leuk uitzien, maar hij is denk ik echt wel te klein. En dit tafeltje. Deze ziet er echt super comfy uit en ook echt groot genoeg. Verlinio. Ja, alleen een andere kleur. Ja, ik vind het wel mooi. Nee, die. Of moet hij juist... Moet hij juist wat donkerder, omdat er heel... Anders wordt het zo licht. Die volgens mij. Je hebt ook nog meer teddy. Ja, dat is hetzelfde als deze. Maar dan een andere kleur. Maar dit ziet er wel uit alsof het helemaal gaat uithangen. Feline. Ja, dit is meer schaap. Klopt, maar ik vind die kleur daar vind ik dus best wel leuk. Dan kan je dus met witte tint erin. Hier hebben ze van die tafeltjes. Je kan het echt voor alles gebruiken. Maar ik wil deze heel graag. Als nachtkastje of als koffietafeltje. Deze allemaal zijn wel heel fijn. Wat kan je daarmee eigenlijk? We zijn nu bij de Quantum. Ik weet dat Don hier heel veel dingetjes van had. We gaan trouwens nu niet allemaal dingen kopen. Want het is volgende week Black Friday. Oh. Kijk hoeveel leuke dingen ze hebben. En ik hou dus heel erg. Ik heb gewoon echt iets met die gekke rare ronde vormen. Ik weet niet, ik vind het echt heel leuk. Oh my god, ja, dit bedoel ik. Maar deze kleur vind ik niet leuk. Wil je eens kijken? Ze hebben hier een soort van ook dit, maar dit is geen mooie kleur. Maar wat is het? We hebben dus deze meegenomen. Ik vond deze heel erg leuk. Ik weet trouwens dat Don hem volgens mij in het oranje heeft. Maar ze zei dus, ze hebben hem ook in het wit. En ze hebben, ik weet niet of je het verschil ziet, maar ik vind deze kleur heel cool. Feline die gaf echt een hele goede tip een week terug van je moet niet te veel crème doen, want anders heb je heel veel verschillende soorten crème. Niet alle crème is hetzelfde. Ik weet nog niet of ik hem als nachtkastje ga gebruiken of koffietafel. Mijn moeder heeft hem daar in haar handen. Ik ga jullie morgen even laten zien wat ik allemaal heb gekocht, want we hebben echt super leuke dingen gehaald. Dan mijn Justin Bieber Music Behind Me. Ik heb dus net mijn hele make-up laden uitgeruimd. Het is nu helemaal leeg. That's very nice. Dus dit ga ik allemaal meenemen. Het is eigenlijk best wel veel nieuwe make-up. En dit hebben we voor jou, Estelle. Oh my god. Oh, you're turning up the light. You're turning up the light. No. Deze heb ik voor mijn moeder. Oh, so cute. It matches my other one. Ja, dat zei Felino. Oké. En dit is allemaal wat ik weg ga geven. Of weggeven. Ja, mijn vriendinnen en mijn zusjes kunnen uitzoeken. Het is ook best wel nieuw. En ik hoef het gewoon niet. Ik gebruik echt gewoon mijn eigen make-up die ik fijn vind. En vaak als ik dingen krijg, blijf toch loyaal aan mijn eigen make-up. Dus dit is het volgende wat ik ga doen. Deze la. Ik hou er gewoon niet van om heel veel spullen te hebben. Dus ik ga dit allemaal uitzoeken. En dan de rest aan Estelle geven. Oké, ik heb deze hele la opgeruimd. Alles wat ik dus nog wel wil houden. Ik weet nog eens niet of ik deze bakjes mee ga nemen naar Hyde Park. Alleen, dit is wel de sieraad dat ik wil houden. En de rest heb ik allemaal aan Estelle gegeven. Of ga ik, ja, verkopen of zo. We're having a movie night. Oh, die garnaaltjes. Ja, die zijn lekker volgens mij. Dat je dat gewoon los? Ja, en met stokbrood dopen. Een verse kruidenboter. Kippetjes. Gaat het? Look at this. Looks very nice. Lekker. We hebben net even een gezellige movie night gehad. En ik moest halverwege alweer gaan douchen en klaarmaken. Noor en ik gaan denk ik eerst naar Nela. Want we hebben dus verjaardag in de superclub. Maar iedereen is er pas rond 1 uur. We gaan gewoon even een drankje doen bij Nela. Mijn make-up is niet helemaal gelukt. Want het lekt hier de hele tijd een beetje. Ik heb proberen te fixen. Maar
It's fine, boeit me ook gewoon even niet meer. Ik heb dus deze Mugler body aan. Want ja, ik dacht, ik wil wel een beetje mijn best te doen. Maar het is gewoon mega koud. Dus ik heb het met lange mouwen aan. Het zit echt super lekker. Zo blij met deze aankoop. Ik heb deze gewoon ooit op Vinted gekocht. En daar heb ik een pantalon aan. Normaal gesproken draag ik er een jeans op. Maar ik vond een pantalon nu wel een keer leuk. Deze is van de Costes. Hij zit lekker smal bij mijn taille. Maar hij is wel oversized en lang genoeg. En daarbij heb ik gewoon mijn Vans aan. En voor de rest heb ik deze oorbellen van Be Golden volgens mij. Of Mia Sofia. Is van mijn jewelry en mijn ringen zijn allemaal van Be Golden. En of course my YSL bag. We zijn bij Nela. Ik heb echt niet het idee dat je mij kan horen, want er zit hier echt een bot. Maar ik zit aan een mocktail. Hoort je niet. We hebben vanavond even wat vervelende mannen. Er zit hier een naast ons. Zijn we oké? Okay? Ja. Is hier iemand? Jongens, we zijn de hele avond lastig gevallen. Zo, ik wil niet zeggen, maar echt misschien 10 keer. Gewoon, het leek wel alsof... In het rijtje. Gaan we dit echt zeggen? Jij staat in de wachtrij. Zeg maar, als er iemand kwam, en dan hebben we het over jongens, hè, het is echt vervelend. Als hij wegging, dan kwam de volgende. En als je nuchter bent, dan niet op. Dus ze heeft alles opgevangen en ik zat daar gewoon naast. Als wingman. Happy birthday, dear Sheila. Happy birthday to you. Oké, your turn. Oké, jongens, ik ga jullie even meenemen. Zijn jullie op de grond? Dit is je birthday. Oké, dit is je birthday. Ik ga jullie even meenemen, hoor. Hey guys, het is vandaag zondag. Gisteren heb ik echt best wel een gezellige avond gehad. We gingen dus eerst Noor en ik naar Nela. Maar we zaten daar met z'n tweetjes en ja, op een of andere manier, het was een beetje een ballenbak daar. Maar we vinden het wel altijd een heel gezellig plekje. En ik heb ook een beetje over nagedacht en misschien wil ik daar mijn verjaardag wel vieren. Want ik vind de muziek dus echt een vibe daar. En ja, het is gewoon wel echt een heel leuk plekje. Dus ik ga er nog even over nadenken, maar het is al over 2 weken. En daarna zijn we naar de superclub gegaan naar de verjaardag. Ik had dus de verjaardag van JD en Noor de verjaardag van een vriend van haar broer. Dus we waren eigenlijk een beetje heen en weer aan het lopen. Maar het was eigenlijk heel gezellig. En ik moet zeggen, het viel echt mee om niet te drinken. Ik heb dit nog nooit gedaan. En dat is ook best wel ziek eigenlijk. Vooral als je iets vaak doet. Zeg maar, je hoogtepunt heb je gehad. Het kan niet elke week even leuk zijn. En ik heb al 2 weken geleden mijn hoogtepunt gehad. En het was echt een hele leuke avond. Maar daarna dacht ik wel echt, het is eventjes mooi geweest. En ik ben zo trots dat ik niet heb gedronken. Ik heb wel echt een paar keer getwijfeld van, ik zou het nu wel echt heel lekker vinden. Maar ik ben echt wakker geworden met het beste gevoel ever. Ik ben gewoon om 11 uur uit bed gegaan. Dat vind ik echt, dat doe ik echt normaal gesproken niet. Ik heb mijn moeder om 1:30 afgesproken om naar Ikea te gaan. Tenminste, het is nu 1 uur, dat gaat zo bij ons. Dus gaan we nu met mijn moeder naar Ikea. Gaan we even kijken voor een bank, voor kasten. Dus dat, ik moet wel zeggen, ik ben heel erg moe, want ik kon niet uitslapen. Als ik heb gedronken, lig ik wel echt lekker in coma. Maar dat had ik niet, dus misschien dat ik vanmiddag nog even een powernapje doe. En in de middag moet ik met Noor een foto maken voor lounge. We zijn nu in de Ikea. Ik had dus een bank online gezien die helemaal niet mooi is in het echt. Ik denk dat het echt puur meer om de kleur ging in mijn hoofd. Deze vind ik wel wat mooier. Alleen deze vind ik wel klein. Maar hij zit wel heel lekker. Ik ga dus ook eventjes kijken voor de kast. Want ik ga ook een hele nieuwe kast nemen. Aangezien het te veel moeite is om uit elkaar te halen en weer in elkaar. Dus ik ga ook even een ander soort kast nemen. Aangezien ik dit gewoon echt niet mooi vind voor mijn content en zo. Dus we zagen deze. En natuurlijk niet deze indeling, maar wel deze kleur. Op camera lijkt hij wel een stuk grijzer. Maar het is meer een soort van grijs beige. En ik had natuurlijk ook dat nachtkastje hiervan. Dat ga ik zo meteen thuis trouwens laten zien. Dat kan ik me niet laten zien. En het is handig dat het een schuifdeur is. Ik heb niet heel veel ruimte in mijn slaapkamer. Dus mijn moeder gaat even kijken. Want we weten niet hoe lang die muur is. En ik heb wel echt veel kastruimte nodig. Oké, guys. Ik ben weer thuis. We hebben echt even de hele Ikea leeg gekocht. Voelt het. Ik heb vooral dingen voor in de keuken gehaald. Want qua kasten en zo had ik niet zien. Jeetje, dit licht. Gaan we nog een keer voor terug. En ik ga online natuurlijk die kast helemaal, zeg maar, ontwerpen. Dus ik heb nu vooral dingen voor de keuken. Maar ik ga dit allemaal even morgen aan jullie laten zien. Want ik ga jullie ook nog laten zien wat ik bij de Quantum heb gehaald. Ja, ik heb wel echt hele leuke dingen gekocht. Maar ook vooral dingen die je gewoon echt nodig hebt. Your Organizer gaat dus mij helpen om de kledingkast te organiseren. Mijn voorraadkast en mijn keuken. Daar ben ik ook mega excited voor. Want ik vind dat zelf heel erg leuk om te doen. Maar als er toch iemand mee bij kan helpen, is dat echt heel erg fijn. Want dan
heb je een soort van nog meer het idee dat het goed is gedaan. Dat het net zoals als je zelf je huis bijvoorbeeld schoonmaakt. Maar eigenlijk door schoonmaakster voelt het toch nog wat schoner. Ook al doe je precies hetzelfde. Dus ja, goed verhaal. Ik ga nu even met Bart. Ik denk even naar de Starbucks en een broodje halen. Want ik heb zoveel honger. En ik heb Bart echt al de hele week niet gezien. Omdat we allebei ziek waren. Nou, zien we alweer wie hier in mijn huis staat. Een wrap met... Nee, dit is gebakken ui met wrap. Ik had even een power wrap gedaan. Best wel lang. Toen kwam Bart. Want Bart kwam even bij me eten. Ik heb echt het makkelijkst ever gemaakt. Ik heb een wrap gemaakt met een soort van tonijn. Dit kan je geen tonijnsalade noemen, toch? Jawel. Maar daar zit wat meer sla in. Oh mijn god, het ziet er echt heel vies uit op de camera. Hey guys, het is vandaag maandag. Kan ik hier gewoon parkeren? Ja, ik dacht ik pak deze dag nog even mee. Omdat ik natuurlijk pas vrijdag mijn vlog was begonnen. En dan ga ik vandaag gewoon even laten zien wat ik allemaal had gekocht van het weekend. Hey, Bart is hier. Je kijkt zo verdwaald. Ik ben best wel moe. Ik ging heel laat slapen en mijn huid is zo slecht. We gaan eventjes werken bij... Miro. Ik zit in Heemstede en we gaan er eventjes op onze laptop werken. We zitten even binnen bij Miro. We hebben even een lekker tafeltje gevonden waar we allebei kunnen... Zitten we op onze laptop. Bart is lekker bezig en ik ben hier mijn weekplanning aan het maken. En we hadden al onze koffie, maar er zat normale melk in plaats van havermelk. Dus we krijgen nu een nieuwe. We hebben onze koffie. Kijk uit voor je lapje. Doe maar even zo. Lekkere cakeje. Mm. We zijn hier al een tijdje aan het werk. Het is inmiddels donker aan het worden, guys. Het is nu 4:30. Bart heeft al geluncht. Ik ga nu pas lunchen. Ik had nog niet echt heel veel trek. En ik ben eigenlijk al de hele tijd bezig met samenwerken voor mijn nieuwe huis. En met mailtjes en zo. De tijd gaat echt mega snel. Ik moet eigenlijk best wel goed doen. Maar ik denk dat dat sowieso thuis pas gaat afmaken. Bart had deze wrap net op. En hij zei, deze moet je eten. Dus ik ga deze nu even lunchen. En we hebben allebei een matcha. Bart heeft ijs. En ik een barme. Dit is wel echt veel. Je moet dat koekje ook even proeven. Heb jij dit helemaal opgegeten? Grapje. Yeah. Jullie willen mij meer in de vlogs? Jullie willen mij zien. Hey guys, ik dacht ik neem deze dag nog even mee. Aangezien ik deze week niet heel veel had gefilmd. En ik ga jullie nog even... haal geven van mijn IKEA aankopen en van de Quantum. Ik ben nu in Amsterdam met Feline, want we zijn uitgenodigd voor het event bij Skins. Dus gaan we nu naartoe. Het duurt eigenlijk nog maar een uur, maar het is een soort van walk-in. En daarna gaan we gewoon lekker een dagje spenderen in de city. We zijn in Skins. Boven is het event. Al die groene tasjes. Feline, laat even je tasjes zien. Hallo, van Mantel is het. En we zijn hier even parfummetjes aan het uitproberen. Feline, die net deze ruiken, niet normaal. Ze hebben hier dus iets nieuws van Focacci, ook heel leuk. Flien, heb je dit geroken? Ja, het is heel lekker. Die andere heb je echt, waar krijg je al die testers van? Deze weet ik niet. Jawel, lekker, maar niet heel bijzonder. Nee. Ik heb dus 2 weken geleden deze kaars gekocht. Ik kan parfum niet. Ja, het is wel een zware geur. Het is echt een super mooi merk. En ik vind de packaging ook super mooi. En Lien heeft dit voor in mijn huis gekocht. Ik denk dat ik dit bij de keuken ga doen. Oh, je hebt ook shampoo en conditioner. Als ik dat in mijn badkamer zet. Oh my god. Ze zijn best wel goed. We zijn weer in de auto. Ik had even snel een foto gemaakt voor Yogaia. We hebben gewoon een goodie bag, guys. Kijk, het heet Mantel. Ik denk, zou je het uitspreken? Mantel. Oh, je Mantel. Nou, ze was ook echt de eigenaresse, toch? Ja. Zij heeft dus allemaal producten aan ons uit laten proberen of ze ging erover vertellen. En ze had dus deze. Echt super leuk dat het ook in de goodie bag zit. Maar er zit een body lotion ook, soort van. Face plus body silk smooth serum. Ik denk dat je dit gewoon op doet na douchen dan, toch? Maar het was zo zacht. Face en body silk. Echt niet normaal dat we deze gewoon hebben gekregen. Ja, ik had niet verwacht dat we ook full size zouden krijgen. Ja. Deze had ze dus ook al verteld. Dit is dus een serum die gemaakt is door jellyfish. Fucking sukkel. Ik kan dingen niet uitleggen. Het is gemaakt van een jellyfish. En daar zijn te veel van in de oceaan. En dus ze halen die eruit en eigenlijk gooien ze ze weg. Maar ze kopen ze in en dan stoppen ze in dit product. Zo ziet het eruit. Ja. Ik zie al dat hij ze wel heel lang gaat doen. Ja, hij is oprecht goed. Ja. Ja? Ik vind hem uitgevoerd. Daar! Ik vind het alleen echt niet bij matchen, dat groene. Nee, heel raar. Maar oké. Ik weet het, misschien wel zo opvallend zijn dat als je er ook op straat mee loopt, dat iedereen... Dus zou je het dan echt meer voor parfum of zo? Het is wel een mooie kwaliteit. Het is gewoon een riem. Yo, we gaan lekker naar Gelderlandplein. Ja, wat gaan we eten? Visboer! Oké. Ik vind visboer zo lekker. Nee. I know you.
Ik had laatst met Don een broodje paling. Dus ik ben weer helemaal van de paling. En Lien heeft kibbeling. Is het nice? Is. Oké, we zijn op Gelderlandplein bij Shilla. Daar kopen Bart en ik altijd die onigiris. Maar ze hebben ook heel veel leuke Japanse servies. En ik wil een beetje die Japanse vibe ook in mijn huis. Vind ik wel leuk. Ik weet niet of er wat tussen zit. Ik vind dit allemaal heel erg leuk. Maar het is blauw. En ik hou niet echt van blauw qua in mijn huis dan. Het is wel echt wel prijzig voor servies hoor. Maar het is wel echt wat ik wil. Matcha bakjes. Oh my god. Het is ook heel mooi. Kijk, ze hebben ook hier hele leuke stokjes. Ik ga wel echt wat meenemen van die stokjes hoor. Ja, die zijn leuk. En deze matcha sets. Okay. Maar ook echt mega duur. Het is inmiddels al avond. Ik zie er echt helemaal verwilderd uit. Vrienden en ik werden ineens zo moe. Het komt ook echt door het weer. En we hadden allebei niet heel goed geslapen. Dus we zijn op de bank gaan liggen. Hebben onze serie Tell Me Lies gekeken. Echt zo'n verslavende serie. We willen echt alleen maar verder kijken. Dus gaan we vanavond weer verder kijken. En toen zijn we allebei in slaap gevallen. En toen moesten we iedereen hier naar de tandarts. Dus ik kom net terug van de tandarts. En ik moet mijn verstandjes laten trekken. Want die zit dus blij. Blijkbaar scheef, waardoor ik een gaatje kan krijgen als hij zo blijft zitten. Dus die moet ik. Ja, ik heb gezegd dat ik pas na het jaar wil. Want deze maand december is het echt niet verstandig. Ik wil je nog eventjes laten zien wat ik heb gekocht. Ja, ik dacht echt van ja, ga ik dit wel allemaal laten zien? Want het is echt allemaal dingen die ik gewoon nodig heb. Dit is die tas. Eigenlijk alles wat ik heb gekocht is voor in de keuken. Bijvoorbeeld een snijplank van die bewaarzakjes. Ik heb twee van die glazen bakjes gekocht. Ik vond dit wel mooi voor als ik me eet of zoiets ga bewaren. Of een meal prep, I don't know. Nou, dit soort dingetjes. Dit voor als ik eventueel pannenkoeken ga bakken. En deze had ik vorige keer ook. Dit wil ik gewoon in mijn huis hebben. Dit is zo lekker. Deze kan je opwarmen in de oven. Nou, mijn moeder heeft er net even kaneel bij gegooid, zie ik. Drie van die snijmesjes. Deze voor de knoflook. Deze vond ik wel mooi. En ik was natuurlijk naar de krukjes. Daar heb ik echt iets heel leuks gekocht. Ik heb dus deze mokken gekocht. Ze zijn beige, maar zo meer crème beige-achtig. Ja, ik vind dit soort dingen echt heel cool. Het is echt fucking raar, maar ik vind hem wel heel cool. Ik heb er daar vier van. En deze kleintjes. Ze zijn echt licht op de camera, maar ze zijn echt wat meer beige. Ik denk niet dat ik zulke kleine koffies drink. Mijn vader maakt wel eens voor mij koffie met Baileys. Dat heet een Carajillo en dat is gewoon een Spaanse koffie. En ik dacht, dit kan ik hierin doen, want het is de perfecte grootte ervoor. Oké, en last but not least. Een hele grote doos. En deze liet ik al zien in de vlog. Ik had een heel leuk krukje gezien. Trouwens, dat had ik bij Donna gezien. En waarschijnlijk ook wel eens op Pinterest. Maar Donna had hem in het oranje. Dus ik heb hem ook in dezelfde kleur eigenlijk als mijn mokken. En ik denk dat ik deze als nachtkastje ga gebruiken. Mijn kamer is niet groot genoeg om aan twee kanten iets te doen. Want er komt ook nog mijn kast. Dus mijn bed moet een klein beetje naar mijn raam geschoven. En dan kan ik één nachtkastje doen. En dat vind ik ook fijner slapen als er een soort van een wand nog naast me zit. Hij kan eventueel ook nog als salontafeltje. Maar hij is niet zo groot. En ik hou er niet echt van om verschillende dingen bij elkaar te doen. Dus ik denk dat ik gewoon één mooie grote salontafel neem. Ik ben hier echt super blij mee. En voor de rest moet ik dus nog mijn IKEA kast bestellen. Ja, voor de rest heb ik een hele waslijst wat ik nog moet doen. Wasmachine, droger, tv, koffie, zetapparaat, nog een kapstok. Ja, wat eigenlijk niet. Ik zal jullie eventjes laten zien wat de situatie nu is in mijn kamer. Nou, dit dus. Ik heb dus net wel mijn hele kamer schoongemaakt en mijn bed opgemaakt. Ik heb gestofzuigd. Ja, dan is dat tenminste helemaal netjes. Kijk, deze kleding, dat is allemaal niet schone was. Maar ja, want dit is natuurlijk echt niet mooi. Het is nu de situation. Ik ga dus nu de rest ook even in deze dozen doen. Mijn moeder dacht, leuk, die HelloFresh doos erbij. Ze zei dat iedereen die gebruikt als verhuisdoos, omdat ze heel stevig zijn. Ik heb dan in mijn hoofd van, ik kan alleen maar dezelfde dozen hebben. Ik krijg daar weer een beetje prikkels van. Maar ik ga nu deze spullen opruimen. Ik kijk er wel een beetje tegenop. Volgend weekend krijg ik de sleutel gewoon al. Ik krijg er echt een beetje de zenuwen van. Felicia, je moet ervan genieten. Want het is gewoon de leukste periode uit je leven. Maar ik ben ook iemand van, ik heb nog helemaal niet zoveel geregeld. En ik wil er gewoon gelijk in. Mijn ouders gaan naar Parijs. Dus die zijn ook niet thuis als ik de sleutel krijg volgens mij. Dus het wordt sowieso allemaal wat later. Maar ja, ik heb er geen haast mee. Maar ik ga de video afsluiten en een nieuwe beginnen morgen. En let me know in de comments wat jullie graag willen zien qua verhuisvideo's. Want ik wil jullie wel heel graag meenemen. Maar aan de ene kant dacht ik ook net van, ja, is het wel leuk om dit aan jullie te laten zien? Of willen jullie dit juist zien? I don't know. Let me know. En dan zie ik jullie in de volgende video.